Wij hebben een bepaalde activiteit georganiseerd. En dat houdt in dat wij proberen de grootste flashmob te organiseren die Vlaanderen ooit heeft gekend. We gaan een stuk of 700 à 800 scholen proberen rond te gaan. En dan hopen we dat er zoveel mogelijk mensen naar Gent St. Pieters op de 3 december afkomen. 1, 2, 3, 4, hop, rechts. Het thema van Rode Neuzendag is zeker iets wat heel nauw aan mijn hart ligt, aangezien ik dagelijks bezig ben met jongeren. En ik zie toch dat iedereen het moeilijk heeft met iets in zijn leven. Dus het is voor mij heel belangrijk dat we erover beginnen praten en het samen gaan delen, zeker. In een bar, in een café, als we feest hebben, gaan we dansen en vergeten wij heel veel onze problemen. Dus daarmee vond ik het heel belangrijk dat er dans in voorkwam. Als je in groep danst, krijg je eigenlijk echt een bepaalde liefde van elkaar. Je zit daar allemaal voor dezelfde reden. Zelfs als je problemen thuis hebt, je vergeet dat op een bepaald moment. En je deelt samen bewegingen, je deelt samen emotie ook. Ik vind het een hele mooie kunst om samen te kunnen delen, al lachend. Als ik één tip mag geven aan de jeugd, is jezelf blijven. Genieten van het leven en zeker alles delen wat op je hart ligt. Steun Rode Neuzendag en doe een gift op rodeneuzendag.be. Want het scheelt als je deelt.